Laureaat van de Esculape. Terwijl condenserende zweetparels ongenadig haar brilglazen beslagen, concentreerde de verpleegster zich al dagen op de eenzame bejaarde. Chockerende beelden met een krop in haar keel en telkens de moed weer bijeenrapend. Dat ze dit nu nog moest meemaken. Penetrerende vlagen van feces en angsten vulden de verlaten wandelgangen. Hoeveel van haar patiënten zongen zo al hun zwanenzangen? Ze is bangen, vechten tegen haar tranen, maar haar moed is tanend. Vermoeid maar dapper, neemt ze de scalpel klaar voor de volgende examinatie. De ravage is schrikbarend en mensonwaardig. Het is misdadig, haatdragend hoe de politiek zich vandaag de dag gedraagt tegen de esculaap. Eens overheven en vereerd worden ze gedegradeerd tot kanonnenvlees.